Als niemand zich verantwoordelijk voelt voor een gebied, voelen de bezoekers zich dat ook niet en zal dat tot vervuiling leiden. Als een gebied uitstraalt dat er mensen zijn die om die ruimte geven, dan zullen de bezoekers dat kopiëren en het gebied schoonhouden. Ruimte met eigen karakter. Dan moet je wel zorgen dat je het karakter bewaart. Dus je moet het heel goed onderhouden. Kwaliteit is er onderhoud. En als jij het niet onderhoudt, dan verlies je ook je karakter. In zo'n proces is het heel belangrijk dat de partijen goed samenwerken en zich ook betrokken voelen. Dat je niet het gevoel hebt van oh, dat lost die ander wel op, dat is mijn probleem niet. Als je goed samenwerkt, je voelt allemaal die betrokkenheid en die commitment om het schoon te houden, heeft dat uiteindelijk ook effect op de gebruiker. Want die ziet een schone omgeving en zal zich daaraan aanpassen. Parkeerplaats Ruiven is hier een mooi voorbeeld van. Door een goede samenwerking tussen betrokken partijen is er een nieuwe parkeerplaats ontstaan die ervoor zorgt dat mensen zich er weer prettig voelen. Het terrein, nou, het is gewoon opgeknapt, vind ik hier. Nou, het is schoner geworden en het is een stukje veiliger, vind ik, met die voetpaden. Ja, de eerste indruk is voortreffelijk. Het is mooi opgeruimd, schoon. Goede parkeerplaatsen. Die grote groene bakken die vallen op, dus ik denk dat dat zeker mensen zal helpen. En dat is ook de reden dat ik hier heel vaak kom, omdat het altijd schoon is en je kan altijd gewoon je vuil kwijt. Nou, het is een enorme verbetering met hoe het voorheen was. De ruimte is veel lichter, veel overzichtelijker. De zichtbaarheid vanaf de snelweg is ook verbeterd. We merken aan onze gasten dat ze zien dat de omgeving mooier is geworden en dus ook meer geneigd zijn om gebruik te maken van de vuilnisbakken en het terrein dus schoon en netjes te houden. Dit is een prachtig voorbeeld waardoor samenwerking van betrokken partijen een win-win situatie is ontstaan.